Heal the world, make it a better place. Hallo, lekkere scheten van me. Moeder van Leonor. Mam, je had beloofd dat je niet meer op mijn werk zou langskomen. Hoe moet ik jou anders bereiken? Je neemt niet op als ik bel, je duikt achter je bank als ik voor je deur sta. Dat is niet waar. Schat, 2 keer per week als ik aanbel, zie ik jou door het raam je achter je bank proberen te verstoppen. Ja, ik zou het liever ook niet meemaken, maar jee, jij bent zo traag. Dit is precies waarom jij niet langs mag komen. Je zet me altijd voor schut. Dat is waar. U vertelt altijd zielige verhalen over Leonors jeugd. Doe er nog eens een paar. Nee, jongens. Nee, nee, nee. Ik ga nooit meer onaardig zijn tegen mijn dochter. Hè? Ik kom je om vergeving vragen, kind. Ik ga alle mensen af die ik ooit verdriet heb gedaan. Is er iets zwaars op jouw hoofd gevallen? Ik wil een schoon geweten, want binnenkort is het over. Je gaat toch niet dood? Wil je een schoon geweten om in de hemel te komen? Geloof jij daarin? Nee. Binnenkort vergaat de wereld en dan komen aliens met een ruimteschip wat aardbewoners ophalen. Tuurlijk, logisch. Maar alleen de aardige mensen mogen mee, dus daarom ben ik hier om jou om vergeving te smeken. Mam, hoe kom je aan die onzin? Van mijn vaste helderziende die in die staakerven in Venray. Je bedoelt mevrouw Pingping? Ja, dat is inderdaad een betrouwbare bron. Ja, mevrouw Pingping zei als u een goed mens bent, dan brengen de aliens u naar de planeet Pluto tussen Mars en Uranus. Pluto is geen planeet, is een dwergplaneet. Het heelal is oneindig, hè? Dan doet groot of klein er niet zoveel meer toe. En mevrouw Pingping, die is astrologe. Die heeft er verstand van. Kan ze onzichtbare dingen zien en de toekomst voorspellen? Nou, ik was daar de eerste keer. En toen zei ik tegen haar, nou, ik hoop dat u dat hele pokkenend naar Venray waard bent. En toen zei zij, u heeft last van uw rug, versleten knieën en ontevredenheid. Had ik er niet verteld, ze zag het gewoon. Het is toch van de pot gerukt? Ik zit op de wc, wil gaan afvegen. Nou net. Was het wc-papier op? Correct. Hoe weet jij dat nou? Ben je ook helderziend? Ik had nooit gedacht dat wij elkaar nog zouden ontmoeten nadat onze verkering zo pijnlijk was geëindigd. Ik kom een geweten zuiveren, Ben, want de wereld vergaat. Hoe laat? Vanavond is voetbal. Die voorspelling klopt niet. Die helderziende zei dat de aliens u naar Pluto brengen tussen Mars en Uranus. Maar Mars en Uranus liggen helemaal niet naast elkaar. Nee, daar ligt Pluto tussen. Omdat de wereld vergaat, knutsen jullie alvast een nieuwe. Hé, hey, daar is al het wc-papier. Ze durfde niet door dat gat, maar dan zou ze de zwemdiploma dus niet halen. Dus ik krijs vanaf de kant door dat gat, bang kind! Het hele zwembad keek naar ons. Ik was een nare moeder. Maar tot de aarde vergaat, zal ik aardig zijn. Mam, ik vergeef je alles, maar please ga thuis op de aliens wachten. Je gelooft het niet, hè? Ach, de enige magische kracht die mevrouw Pingping heeft is ongemerkt geld uit jouw portemonnee toveren. Klaar. Als iemand het nog eens in zijn hoofd haalt om al dat wc-papier weg te halen... Ben je er nog? Ik wil het ook met jou goedmaken, Ben. Onze relatie ging stuk. Waarom? Onoverbrugbare verschillen tussen ons. Ik een stoere auto. Jij zo'n sneuwe elektrische fiets. En ik een vouwer. Jij een propper. Wat is een vouwer of een propper? Een vouwer vouwt wc-papier bij het afvegen en een propper propt. Ben jij een propper? Je bent al koning opwarming van de aarde. Doe als ik. Vouw. Vouw jij ook? Och, lieverd, zie je hoeveel we op elkaar lijken. We hebben echt meer wc-papier nodig. De hele Himalaya moet nog. Ik ga het stiekem halen. Toch jammer dat het uitging, Ben. We konden zo lekker zoenen. Oh, ik wil het niet weten. Wanneer komen de aliens je halen? Op mevrouw Pingping heeft het exacte tijdstip opgeschreven. 19 september om 3:05. Staat dat er? Dit zijn Romeinse cijfers. De V is een 5:03, zie je wel. Waarom communiceren aliens van Pluto... in Romeinse tekens. Vroeger zaten die Romeinen overal, Wout. De wetenschap denkt dat er sowieso geen leven op Pluto mogelijk is. Dat zegt niks. Als je Lelystad Centrum ziet, dan denk je ook hier is geen leven mogelijk. Maar het is er wel. Bas, heb jij net 1,5 rol gebruikt? Ja, ik moest onafgeweegd hierheen. Dat verspreidt het smeeroppervlak. En door te proppen verklein je het veegoppervlak. Iemand meer details? Ik snap niet dat jouw moeder een astroloog gelooft... die zegt dat Pluto tussen Mars en Uranus staat. Knettergek. Maar als ze daarom denkt dat ze het goed moet maken met mij, prima. En hier staat helemaal niet 19 september 5:03. Nee, maar alsjeblieft niet zeggen. Ze is voor het eerst in mijn leven een soort van lief tegen me. Misschien hadden we onze flirtation toch een kans moeten geven, nou net ik het net. Oh, net nou we elkaar terugvinden, komen de aliens te halen. Zal je altijd zien. Maar even serieus. Geloof jij dat echt?
Mevrouw Pinkpink heeft altijd gelijk. Ik heb ook altijd gelijk, maar niet alles wat ik zeg is waar. Wout, leg jij nog eens uit waarom die voorspelling onzin is. Nou, Ben, de wetenschap denkt toch dat er leven op Pluto mogelijk is. Heb ik net gelezen. Zie je? En Pluto raast als een malle door het sterrenstelsel. En eens in de 300.000 jaar staat hij precies tussen Mars en Uranus. En dat is toevallig op 19 september, 5 voor 3. Flauwekul. Maar ik ga voor de zekerheid toch even een paar dingetjes hamsteren. Hè, zijn jullie eindelijk overtuigd? Maar om door de aliens meegenomen te worden, is het belangrijk dat hij aardig doet tegen iedereen. Vooral tegen mij. Och, lieverd, ik hoop dat ik tijd genoeg heb om het allemaal goed te maken. Nou, als je me vanaf nu iedere week 300 euro kleedgeld geeft, dan praten we nergens meer over. Hamster jij bier en wc-papier? Het lijkt me zo erg om als de wereld vergaat zonder bier en pleepapier te zitten. Waar is het wc-papier nou weer? Dat heeft Ben gehamsterd omdat de wereld vergaat. Ik heb het even voor u opgezocht. Pluto ligt achter Neptunus. 40 keer zo ver van de zon als de aarde. Dus voordat hij er aankomt met de aliens, bent hij duizenden jaren oud. Oh jee, en ik heb nu al zo'n last van mijn gewrichten. En even over die datum. Daar staat niet 19 september om 5 voor 3. Daar staat 1968. Hebben jullie nooit de Romeinse cijfers op school gehad? De volgorde is Mercurius, Venus, Aarde, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus en er ligt daarachter nog Pluto. Met deze ezelsbrug ga ik het nooit meer vergeten. Nog één keer. Mercurius hier, Venus hier. Mam. Nou weet je moeder in ieder geval dat mevrouw Pinkpink maar wat ouwe hoorde. 1968, toen ben ik geboren. En toen is de wereld inderdaad een beetje vergaan. Waar zat Venus ook alweer, Ben? Yeah. Jongens, ga dit ergens anders doen? Misschien leuk om even een beeld te krijgen van de afstanden. Leonor is de zon, die staat ongeveer hier. Dan staat de aarde daar. En Neptunus en Pluto staan 40 keer deze afstand verderop. Nog veel verder. Hé, jongens, zullen wij met z'n drieën pizza gaan eten in een ander zonnestelsel? Ja, nog verder. Een flink stuk verder nog.